ja, wat er te zien is in Nederland. We lopen heel eventjes de dijk op. Zal ik even uitleggen waar we het water in gaan en wat we precies gaan doen? Ja? Oké. Er zitten hier geen haaien. Nee, absoluut niet. Er zitten wel hele mooie krabbetjes. Zeemeerminnen, zitten die er ook? Zeemeerminnen staan achter hier, die moeten toch een pak aan. Dat vind ik ook lekker. Wat we zeker zullen zien is een hele hoop piranha's. Krabben, geen piranha's. Nee. Het makkelijkste kun je masker passen door heel even het bandje naar achter te duwen. Door hem op je hoofd te zetten, even zorgen dat er geen haren tussen zitten. Oh, daar heb jij geen last van. Okay. Nou, condoom gaat makkelijk nog. Alles op zijn plek. Hoezo? Zie bijna niks meer aan. Niet alleen het rotweer is slecht voor het humeur van de ondernemers op de Brouwersdam. Ieder jaar eet de zee weer meer op van het strand. De ondernemers strijden om de laatste korrel zand. Nou, hier ziet u dus het strand gebeuren. U ziet, er is helemaal niets meer. Alles is weg. Ja, zo gaat het niet verder. Ik weet niet of jullie nog gaan kijken, maar dat wordt natuurlijk met het jaar een jaar minder. Vorig jaar was er nog zeg maar een 100 meter terug naar mijn wagen toe, naar mijn frietwagen toe. En nu slaat het toch steeds verder weg, dus als u het andere jaar weer komt, dan zie je helemaal niks meer, dan is het nog verder weg. Zonder strand geen toeristen. En hoe minder strand, hoe meer de strandtenten en frietkarren op elkaars lip zitten. Het gevolg? Een felle concurrentiestrijd op de Brouwersdam. Wat er aan de hand is op de Brouwersdam, is dat daar een restant van een zandplaat ligt, die zich langzaam langs de Brouwersdam noordwaarts beweegt. Die zandplaten lag er in 1977 op deze manier bij, net ten noorden van de Brouwersluizen. Maar die zandplaat is in de loop van de tijden door invloed van wind en water langzaam noordwaarts gaan verschuiven, langs die Brouwersdam. Wat moet je eraan doen? Ik kan kwalijk met een emmer en een schep hier van de overkant op het strand neergooien natuurlijk. Dat gaat niet. Door het verdwijnen en opschuiven van het strand langs de Brouwersdam lieten de ondernemers zich verleiden tot een ordinair dorpsgevecht. De ene frietkarhouder maakte de andere strandtenthouder uit voor rotte vis. Zelfs de ondernemersvereniging van de Dam kon de strijd niet beslechten. Maar gelukkig hebben ze eindelijk besloten de handen ineen te slaan. Wij moeten elkaar hier gewoon niet in de haren zitten, maar we moeten het samen eens zijn dat er hier wat komt. En dat is dus het belangrijkste. We kunnen wel praten over aardappels en over uien en over bieten. Ja, dat is voor, maar er zijn mensen die hier op dat hele eiland leven van toeristen. Nou, dan willen wij graag dat het zand opgespoten wordt. Ja, zand. Maar ja, wie gaat het betalen? Want dat is het punt. Zand moet er komen. En wel meteen. Gelukkig voor de ondernemers op de Dam gaat het goed met Nederland. Geld als water momenteel. Dus een beetje zand kan er ook wel af. Den Haag is positief en schuift, zo luiden de berichten althans, wel wat belastinggeld richting de Dam. Het zoute nat. Bedwongen door de toeristenindustrie. Ja, dat was wel kicken. Het is alleen boven water en het is weer nat. Het eerste stukje was even spannend, maar ja, daarna was het, ging het goed, hè? Ja, dat ging niet zo goed. Ik denk, hé, dadelijk met dat water allemaal. Ja, ik heb haaien gezien en... Kom maar, elke keer met je zeemeerminnen. Heel veel gezien, heel veel kwallen. Ik had eigenlijk gedacht dat ik niks zou zien onder water. Als je zo kijkt, dan ziet het er niet echt blauw uit. Maar het is wel weer eens wat anders, hè, als... Stato zetten. Ik heb het nou koud. Snel even omkleden. Ja. Even lekker een warme douche pakken. Dat is goed. En dan heb je het zo weer warm. Oké. Volgende week in Paal 23.
De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij rukt uit om een vermiste surfer te zoeken. En Douwe wordt op het strand bijna bedolven onder de dronken jongeren. We wouden alleen maar. Hey jongens, gezellig. Ik wil alleen maar met knappe vrouwen praten, niet met lelijke jongens. Dat dus volgende week in Paal 23. Hier op de grens tussen water en land, op het strand bij de ruisende Zeeuwse Zee, wordt de winterse rust wreed verstoord. 001. Waar de duinen het land verdedigen tegen de beukende golven, werpen eilandbewoners een laatste barrière op tegen de elkaar verwoestende toeristen. Hé, hey, van wie heb jij klappen gehad? Van de bloedneus voornamelijk. Hé, hey, die groep, waar is die groep bezig? Ja, de duinen. Even stoppen, even schijnen. Als de dranklucht 's ochtends is verdampt, rest de schouwenaren niets dan het puin te ruimen. Ja, dan zien we dus dat de wasbak gesloopt is, de wc's zijn gesloopt. Dat doen ze dus. En met man en macht worden vakantiegangers ook nog van een gewisse verdrinkingsdood gered. Hollands glorie ten voeten uit. Met tomeloze moed houden de schouwenaren stand. Ze wonen en werken op, aan en bij de zee. Rondom Paal 23. Mijn naam is Douwe de Vries. Ik ben brigadier van politie. Wijkagent Zierikzee. Ik verleen hulp aan die mensen die dat nodig hebben. Het is 2 uur geweest. De disco's zijn gesloten en honderden jongeren verzamelen zich weer op het strand. Kampvuren, alcohol en drugs houden het feest op gang. Terwijl hun collega's renessen schoonvegen, surveilleren Douwe en Chris nog een paar uur op het strand. En dat is nodig, want door hun overmatig gebruik slaan de jongeren elkaar soms om niets de hersenen in. Uit. Ja. Zo. En de houten paviljoens op het strand lopen gevaar om te eindigen als brandstof voor de kampvuren. We gaan het strand eventjes op. Even kijken of er nog met name jeugd op het strand is. En op zich is dat geen probleem, maar of ze zich gewoon netjes gedragen. Even met name rond de strandpaviljoens wil het wel eens problemen geven. Dit is Klitty van de klitschietvereniging. Ik ben geen lid van de klitschietvereniging. En zij kan klitschieten als de beste. Weet je wat klitschieten is? Nou, trek je de clitoris uit tot 2,10 meter en dan laat je hem schieten. Dat is in principe niet. Klitty. Het is Klitty. Ik ben helemaal. De paviljoenhouders op het strand van Renesse zijn voorbereid op het ergste. Die man die heeft het zodanig gemaakt dat als je er vlak langs rijdt dat de alarm al gaat. Ja. Ja, hij doet het wel. Ik weet precies waar het zit. Perry den Broeder heeft de ervaring dat een alarm alleen niet genoeg is. Hij waakt dan ook totdat de laatste drankorgels van het strand zijn verdwenen. Ja, het is toch een vrij koude nacht. Harde wind. En ja, dan zit je bij een kampvuur ook niet echt lekker. En er is nog weinig rijsthout over, dus het hout raakt ook op. En daarom moeten we des te alerter worden. Want ja, hier is hout genoeg. Mooie trap, mooie vlaggenmasten. Brandt allemaal goed. Op het moment dat er grotere kampvuren zijn, dan weten we uit ervaring dat het vaak gevoed wordt door het rijshout wat in de duinen staat. Of palen die ze daarbij gebruiken. Ja, en dan is het andere koek natuurlijk. Dan gaan we toch kijken of we daar daadwerkelijk jongeren voor verantwoordelijk zijn voor vernielingen. En die mogen dan toch ook eventjes een gratis ritje krijgen van ons. Ja, gisteravond kwam dan een dronken Marokkaantje die helemaal stijf van de pillen stond op me aflopen. Maar ja,
had voor de rest geen kwaad, achteraf geen kwaaie bedoelingen, maar ja, je staat hier toch alleen en hij komt op je aflopen. En ik wist dat de politie gisteren nacht naar 3 Marokkanen op zoek was. Dus dan ben je toch wat alerter natuurlijk. En hij stond rare bewegingen te maken en zo, maar ja, dat is allemaal van die gekke pillen natuurlijk. Van de week hebben ze 1 ruit ingegooid dan. Maar ja, dat is dan alles. Dus. Maar het is altijd de vraag, wat gebeurt er als er niemand is, hè? Dan, we hebben het natuurlijk vaker meegemaakt dat in één keer inderdaad die trap weg is in de fik staat of van die picknickbanken op het kampvuur liggen. En dan zeg je achteraf van ja, had ik maar iets gedaan. Je komt dan de volgende dag, mis je toch omzet of je kan je klanten ook niet via de ramen naar boven laten klauteren. Laten tijgeren of klunen. De politiejeep op het strand roept bij de jongeren agressie op. Maar de bedreigende sfeer slaat direct om als Douwe en Chris de groep benaderen met de voor hen zo herkenbare humor. We wouden alleen maar. Ik wil alleen maar met knappe vrouwen praten, niet met lelijke jongens. Alleen knappe vrouwen, ja. Waar is de gezelligheid aan? Hartstikke gezellig. Hey! Hey! Gezellig mannen hier, hè? Gezellig. Ik heb geen knappe vrouwen gezien. Nee. Hartstikke gezellig, joh. Het is dat ik moet werken, dan zou ik erbij gezeten. Nee, dat is best gezellig. Het is, en je ziet het, er was een klein kampvuurtje. En men loopt daar met wat bier. Ja, officieel mag dat allemaal niet, maar... Ah, die jongens die hebben gewoon 1 keer per jaar vakantie. Laat ze die lol ook eens gunnen. Van God los op vakantie in Renesse. Dat is nou juist waar Perry zich zorgen over maakt. Iedere vorm van moraal lijken de jongeren te hebben achtergelaten bij pa en ma. Het is een hele donkere nacht, dus het is heel moeilijk te zien. Als je amper 16 bent, bepaalt de groep de norm en die gaat tegenwoordig over drank en drugs. Met dronken jongeren kan Perry als horecaman goed overweg. Maar met pillenslikkende feestgangers heeft hij slechte ervaringen. Tegenwoordig met stimulerende middelen is het natuurlijk wel, ja, je komt voor rare, ja, moeilijke situaties te staan. Douwe en Chris zijn opgeroepen door de bewaking bij jongerencamping Duin en Strand. Als zij problemen hebben, dan bellen ze ons. En dan hebben ze in principe iemand aangehouden die overlast veroorzaakt heeft of iets vernield heeft. En die dragen ze aan ons over. 001. Oh, stop. Een jonge campinggast is op het strand zomaar in elkaar geslagen. Hey, van wie heb jij klappen gehad? Voornamelijk een bloedneus, voornamelijk. En in die groep, waar is die groep bezig? Ja, in de duinen. In de duinen, wat is dat voor groep? Wat zijn een paar jongens, ik weet niet wat ze zijn. Voor 2 dagen terug waren we elkaar bezig. Ja, nu is het weer een... Nou, we gaan wel even kijken daar dan. Ja, oké. Okay. Okay, jongens, heel fijn. Hé, hey, goed hè? Ja. We kijken wel even. Dankjewel, ciao. Het schijnt weer een groep Marokkanen bezig te zijn. Dus we gaan even kijken. Nou, we komen net bij een camping vandaan in Scharendijk en een groep jongelui die komt terug van het strand. En een van die jongens die heeft klappen gehad, zonder aanwijsbare reden. En ja, ze weten eigenlijk ook niet wie ervoor verantwoordelijk is. Dus we gaan in ieder geval even kijken waar er gebeurd is. Perry, 5 pannen koekappel.
Ja, oké. Okay. De jongens van de bewaking van Camping Duinenstrand die belden net. Van, kan ik 5 pannenkoekjes bestellen bij je? Voor de bewaking. Nou ja, ben hier toch. Maakt het niet uit, is toch leuk. Perry brengt de bestelling zelf weg, maar daarvoor moet hij wel zijn strandtent alleen achterlaten. Nou, ze zitten gelukkig allemaal vrij ver weg. Het zou inschat zijn toch, een mannetje of 100. Minimaal. Douwe en Chris zijn op het strand op zoek naar de groep vechtersbazen. Ik zet hem even stoppen, dan eens even schijnen. Nee, het is zomaar af en toe wel kleine groepjes. Ja. En niet echt dat we hier iets uit kunnen pikken met de informatie die we hebben. Dan gaan de kratjes bier. Nou, het was ook eigenlijk een beetje een vage melding, een vaag verhaal. We nemen zonder meer aan dat die jongen inderdaad wel klappen gehad heeft van een ander groepje. Alleen ja, het signalement wat zij gaven, daar konden wij gewoon niks mee. Het was zo minimaal dat wij eigenlijk op de GIS alleen maar even gingen kijken wat het zou kunnen zijn. Maar verder niks bijzonders gevonden. Ik moest eventjes uitwijken voor een vrijend stelletje hier op het strand. Want anders gaan we er zo overheen en dat is niet de bedoeling. Ik zou een biertje lusten eigenlijk, maar ja, als je dat doet, dan is het gebeurd, denk ik. Dan staan we binnen een half uur de tafels te dansen. Ja, ze hebben net een vuilnisbak in de fik gestoken. Maar ja, dan denk ik ook, dan moet ik dan mijn leven gaan riskeren voor een vuilnisbak. Dus dat, die rommel ruimen we morgenochtend alweer op. Dus. Is precies wat ik wil. Het wordt dag in het vakantieparadijs. En dan komt aan het licht dat de toeristen weer een bende hebben gemaakt van het dorp. Het is Misha's dagelijkse werk om de puinhoop op te ruimen. Oké, ik kom hier bij het toiletgebouw. Ik ga even binnenkijken of er nog wat kapot gemaakt is, wat schoongemaakt moet worden. Dus kom maar mee. Nou, dan zien we dus dat de wasbak gesloopt is. De wc's zijn gesloopt. Kijk. Dat doen ze dus. Nou, dat wordt vanzelf een teringbende. Grote pestbende op de vloer. Nou, gewoon naar de andere kant. Dat valt mee. Nou, je ziet het toiletpapier in de brand gestoken. En heel de pot onder gescheten. Het is altijd wel wat eigenlijk, maar de toiletten zijn heel de nacht open. En er lopen natuurlijk toch heel de nacht jonge lui op straat die het leuk vinden om een beetje ongein uit te halen. Eerst even soppie maken. Hardnekkig zitten schijken. In het begin zag ik het ook niet zo zitten, maar op een gegeven moment. Word je een beetje immuun voor, denk ik. Zometeen in paal 23. De redders van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij rukken uit op het Grevelingenmeer onder leiding van schipper Wil. En Misha, schoonmaker in Renesse, verbaast zich over de vernielzucht van de losgeslagen jongeren die vakantie vieren in zijn dorp. Een week in één dag voor 8.500 gulden schade. Volgende week in paal 23. We moesten een keuze maken. Ja, maar wij konden al te wachten. Ja. Ja, maar dat is vervelend. Als je niet staat en die gozer die wordt steeds regel op de kranten. Je zou gauw denken van er is alcohol in het spel, maar we zouden ook bijvoorbeeld kunnen uitwijken voor een tegenligger of een overstekend dier of wat dan ook. Dus dat is alleen de bestuurder die dat kan beantwoorden. En in het godvrezende Zeeland gaan vooral de grijze haren nog naar de kerk.
Terwijl de dominee voor hen de sterren van de hemel preekt, verdienen de ondernemers op deze zonnige dag des heren eindelijk de winter bij elkaar. En pissen de feestvierende jongeren aan de buitenkant van de kerk tegen Gods fundamenten. Ik heb een paar keer s'nachts tot later mijn preek zitten werken, zo van zaterdag op zondag. En dan zag ik ze hier tegen de kerk aanzeiken. Dat dus volgende week in Paal 23. Douwe die vist graag en die ziet daar een hengel liggen, denkt hij. Ik weet niet wat het is. Het is geen hengel. Mooie hengel hoor. Wat was dat, een duinhengel? Nee. Dat was geen hengel. Dat was een duinhengel. Ja, het was geen hengel. Vertel. Dat is wel een leuk verhaal dit. De Zeeuwse kust, 150 zonuren rijker dan de rest van Nederland, lijkt deze zomer nat en troosteloos het einde van het seizoen te naderen. Doordrenkt door hemelwater zoeken de jongeren troost in de dorpen. Vooruit de grenzen! Het is iedere avond wat anders. De ene avond is rustig, de andere kant is een beetje wilder. Nooit hetzelfde. De eilandbewoners blijven op zijn Zeeuws geloven in betere tijden. Je had niet doorgekregen van deze aanrijding. We moesten een keus maken. Terwijl auto's van de weg raken door vocht van welke aard dan ook, nadert een nieuwe week. Iedereen doet zijn best om de weergoden gunstig te stemmen. En dan breekt de zon door. Het feest op het Schouwse strand kan toch nog beginnen. Toeristen vieren feest. Eilandbewoners kunnen eindelijk geld verdienen. Iedereen geniet van de zon. Op, aan en bij de zee. Rondom Paal 23. Op luisteren. Ik rij even naar de camping de Duinhoeve. Een heel groot jongerenveld. Even een rondje over het terrein, kijken hoe het er allemaal uitziet. Of er veel jeugd zit. Dan even de sfeer proeven daar. Het is even een heel andere camping. Duinhoeve. Mijn naam is Krijn Roda. Ik ben taxichauffeur en buschauffeur bij de taxicentrale Renesse. En mijn levensvisie is eigenlijk om te proberen het iedereen zo goed mogelijk naar zijn zin te maken. En daar zelf ook nog een beetje lol aan te beleven. Nu de zon eindelijk schijnt, lopen de campings op schouwen vol. Krijn krijgt het druk vanavond. De pendeldienst zit vol met verse 16-jarigen. Hey, Mieken! We zijn allemaal niet zo heel erg oud. Dus onze ouders hebben gezegd van doe dit jaar nog in Nederland, als er dan wat gebeurt. Ja, dus onze ouders staan hier binnen 2 uur. Nee, mijn ouders zitten hier op Kentseveld. Dus, en als er dan wat gebeurt, ja, die zijn dan zo. Dus binnen 10 minuten zijn ze er. Mam, bedankt voor de was. Ik heb 6 uur in de wasserette gezeten. Dat is natuurlijk wel goed. En een standje? Nee, ik denk echt een liefde kun je niet krijgen. Denk niet. Zo'n meisje zie je waarschijnlijk alleen deze week of 2 weken. En als je daar echt het serieus mee wil, dan lijkt me niet echt dat je dat kan. Geen enkele 16-jarige komt naar Renesse voor de partner van zijn leven. Maar vlak onder de neus van hun ouders laten velen iets achter op dit maagdelijke eiland. Terwijl de jongeren in Renesse aankomen om zich te storten op hun grootste hobby, zet Fons op het strand zijn vlieger in elkaar. Hij traint voor het Nederlands kampioenschap kitesurfen. Ik denk dat dit ook een rage wordt. Ik denk dat het wel een sport is voor de Nederlanders. Ja. Het is natuurlijk de kick van het harde varen en de kick van de hoge sprongen natuurlijk. We give it straight 98, y'all.
In mijn auto, hè? Duinen genieten jongeren van de zwoele zomeravond. Ja, een eentje verderop zie ik een hoofdje tussen de beplanting. Goedenavond, politie. Goeiedag, gezellig. Hallo. Hebben jullie het naar de zin? Ik geloof het. Alleen één probleem, die lampjes. Die moeten uit. Dat kan niet, hè. Prettig avond verder. Oké. Okay. Doei. Op Schouwen begint iedereen aan een prettige avond. Door het warme weer is de sfeer geweldig. Oh yeah. Krijn heeft zijn eerste lichtingen gelost in Renesse. Leeg rijdt hij terug naar de campings. Nieuwe ladingen vers gedjelde donsbaardjes staan te trappelen om in de disco hun slag te slaan. Het is iedere avond wat anders. De ene avond is rustig, de andere kant is het een beetje wilder. Nooit hetzelfde. Als je nou over afwisselend werk hebt, dit is afwisselend werk. En dan toch altijd hetzelfde rondje rijden. Hey. Oké, okay, jongens. Hoi, hey. Ja, het is lekker druk binnen. Het is niet te druk, het is gewoon gezellig druk binnen. Next generation. Zo, het feest kan beginnen. Kom naar binnen. Even boven kijken. Goedenavond, politie. Politie. Ah, oh, dan ben ik van die politie. Toen ben je hier nog alleen? Ja. Toen kun je toch geen voor je maken? Nee. Nee, dat is best niet. Ik mag het niet als man. Langweilig hier. Zijn hier geen andere personen? Was er andere personen gezien hier? Ik ben gerade eens hingekomen. Ja? Waarom? Nou, er was een melding dat er etwas kapot kan mag worden. Dus ben je nog alleen? Ja. Ik denk dat er een vorm van liefdesverdriet tussen zit. We hebben het dan heel eventjes gevraagd boven. En toen glimlachten ze dat ze geen vriend meer had. Dus ik denk dat daar het grote probleem zat. Graag. Tjus. Sometimes I feel like I am drunk behind the wheel. The wheel of possibility. However it may roll. Zo. Give it a spin. Krijn brengt na middernacht de eerste lichtingen weer terug naar hun tent. Ze zijn vrolijk dronken en de drank maakt het praten erg makkelijk. Beste mensen, vele groetjes uit Maasbree. Volgend jaar allemaal naar Renesse komen. Stappen. Bier. Ja, dat is gewoon de uitgangsplaats hier. Feesten. Jongens. Mooie meisjes. Veel bier. Alles prima. Ja, onze grote bewaker vriend. Die zorgt dat wij veilig naar huis komen, veilig in de bus komen. Doet zich problemen voor. Dan komt hij met zijn zaklamp aan en dan schijnt hij hartstikke blind. En dan probeer je wat een klap te doen. Lekker ja, oh, echt heerlijk. En moet je van een buikje, hè? Vanuit de grens! Heb je wel eens een blote kont gezien? Deelt met blote kont te zien.
Je had niet doorgekregen van deze aanrijding. We moesten een keus maken. Ja, maar wij stonden al te wachten. Ja, maar dat is vervelend. Als je niet staat en die gozer die wordt steeds rekenen. Ja. We hebben een minuut of 10 geleden een melding gehad van een voorbijgaande taxichauffeur. Dat er een auto naast de rijbaan lag, half in de sloot. En het was niet bekend of er nog mensen in zaten. Dus we zijn daar gauw zo snel mogelijk naartoe gegaan. En het blijkt dat toen wij hier kwamen, dat de auto afgesloten is. Wel helemaal naast de weg ligt. Ook wat verkeersborden geramd heeft. Hij is zo vanaf de dijk is die binnendoor aan de hand van de sporen die je daar kan zien. Zo is hij naar beneden gegleden eigenlijk en tot stilstand gekomen daar tegen dat verkeersbord aan. Lopen we, lopen we gewoon naar bureau, er niks aan de hand. En toen kwam die andere erbij. Ja, bij snel onderzoek blijkt dat gelukkig niemand in de auto zat. En ook niet dat er mensen onder of naast de auto liggen. Als de laatste jongeren hun tent hebben opgezocht, wordt het alweer bijna dag op Schouwen-Duiveland. De gebeden lijken verhoord. Ook op deze dag des Heren breekt de zon weer door. Een drukke dag voor de ondernemers, terwijl gelovig Schouwen zich naar de kerk begeeft. Tussen de zuipende en feestende jongeren houdt een deel van de bevolking vast aan haar God. Jullie zijn lekker op een fiets gekomen? Ja. Waar komt u vandaan? In het Zeeuwst. Oh, juist. Ja. Nou, welkom. Maar van Gardrenesse, het Rijswijk. Oh, juist. Nou, zoek een plekje. Het is trouwens gratis parkeren, hè, zondagsmorgens, tot 12 uur voor de... Goedemorgen. Dat is inderdaad de service aan de kerk, dat de mensen nog gratis kunnen parkeren tijdens de kerkdienst. Ook bij de kerkgangers is het slechte weer van de afgelopen tijd het gesprek van de dag. We zijn weer van tussenuit gesprongen. Precies. Met die grote bijen. Precies, ja, dat hebben we goed getroffen. Ja. Nou, dank u. Het is een zondagochtend op Schouwen zoals het de hele zomer had moeten zijn. Terwijl de dominee zijn kerkgangers verwelkomt, verdienen de ondernemers op deze zonnige zondag eindelijk de winter bij elkaar. De gebroeders Den Broeder halen vandaag alles uit de beachclub wat erin zit. Twee koffie en twee spabrouw. Heb ik hier voor je. Ik ben Perry Den Broeder. Ik ben Marcel Den Broeder, 31 jaar. Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. En mijn levensdoel is... Alles eruit halen wat je eruit kan halen. Stoppen met werken als ik 55 ben. Kut, ja, dat is kut. Mijn levensdoel is stoppen met werken als ik 55 ben. Dus ik zal er wel bij moeten gaan doen. Hè? Van de vacht. Alsjeblieft. Nou, ik ben de hele week al wat bezig met de voorbereiding van zo'n dienst. Dus die lezingen, daar bereid ik me in het begin van de week al wat op voor en doe ik wat wetenschappelijk onderzoek na. Verder laat ik het leven van de wereld en van de gemeente en van het dorp op me inwerken en gesprekken met mensen. En zo kom ik op het eind van de week tot het maken van een preek. En Heer, we bidden u, wilt u onze schulden vergeven? Zit je lekker in het zonnetje, hè? En als het mooi weer is, dan komen de mensen weer uit het holletje en dan doe ik mijn broekspijpen afritsen. Dan heb ik een mooie vrouw op het ros, net zoals Laura. Hey, Laura.
Zometeen in paal 23. Markante eilandbewoners vieren feest op het strand bij de beachclub van de gebroeders Den Broeder. Mark die heeft gewoon voor mij ook echt een scheid aan de hele wereld. Hij doet zoals hij wil. Als hij een scheet wil laten, laat hij een scheet. Het interesseert hem helemaal niks waar hij ook zit. En dominee Godijk houdt stand in Renesse tussen de goddeloze, zuipende jeugd die iedere zomer het dorp overspoelt. Zij zijn op zoek naar seks en drugs. Ik heb een paar keer s'nachts tot later mijn preek zitten werken, zo voor zaterdag op zondag. En dan zag ik ze hier tegen de kerk aan zeiken. Zometeen in paal 23. Nu het eindelijk echt zomer is geworden, werkt heel Schouwen zich rot op deze zondag. Hoe houdt een dominee stand in dit schijnbaar goddeloze vakantiedorp? Toen ik hier kwam, hoorde ik over Renesse. Nou, Renesse, dat is... Daar gebeurt van alles wat het oog niet kan verdragen. En op het strand bij de beachclub breekt het feest echt los. Maar nu eerst terug naar het hart van Renesse. Waar is de God? Terwijl dominees in heel Nederland staan te preken voor een lege kerk, zijn godsfundamenten in de Zeeuwse klei nog diep geworteld. Oké, ik ben Volsevoort. Ik ben nu sergeant bij de landmacht. Ik ben aan het proberen om beroepskitesurfer te worden en dat gaat waarschijnlijk ook lukken. Ik verwacht van het leven dat het een leven vol met vrijheid en rijkdom wordt. Klaar. En zo heeft God zijn mensen in alle vrijheid geschapen. Een riskant scheppingswerk. In alle verantwoordelijkheid. Zelfstandig, mondig. De zee is symbool als plek voor dood, als plek van de tegenmachten, waar onstuimige golven over een mensenleven heen kunnen spoelen. Ferry en Marcel hebben het erg druk in de beachclub. De twee totaal verschillende broers hebben allebei zo hun eigen talenten. Marcel. Ferry, Marcel is georganiseerd. Heel erg chaotisch. Hij heeft een strak schema elke dag gewoon. Ik zeg dingen tegen hem. En dat lijkt dan net gewoon inderdaad het andere oor uit te gaan. Als hij morgen naar Terschelling wil of zo, ja, dan stapt hij niet zomaar in de auto naar Terschelling zoals ik dat zou doen. Van nou oké, dan ga ik toch naar Terschelling. Nee, Marcel niet. Marcel koopt een boekje over Terschelling. Hij wil weten waar... Die Hessel, zijn kroeg, hij wil alles weten. Sissi, een spa blauw en een cola light. Oh, je hebt al. De kerken op Schouwen zitten zondags vol. Maar het is wel vooral het grijze deel van de bevolking dat hier zit. En niet op de terrassen in het dorp of aan het strand. Maak me schek, jongens. Het lukt niet, hè? Cola cassis. Nee. Twee appelsap. Wil je mijn blad? Hier, Mietje. Mietje. Perry en Marcel lijken goed met elkaar te kunnen werken. Ondanks het feit dat ze broers zijn. De slechte kant is wat ik al zei, dat chaotische. Ik kan dus tegen Perry zeggen van, haal even eieren. En dan een paar uur later bel ik op en dan eieren. Oeh, ja, vergeten. Ja, dat is Perry. Nou, de dingen die ik dan vergeet, die toch essentieel zijn, die kan hij dan aanvullen. Dat kan je niet kwalijk nemen. Dat is gewoon zijn karakter. Ja. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Goeie zondag. Tot ziens. In Renesse is de kerkdienst ten einde en zijn de collectezakjes gevuld. Op hetzelfde moment wordt op heel Schouwen extra gas gegeven om de bodem van de kassa uit het zicht te laten verdwijnen. Willen ze van de winter niet ook hoeven te werken, moeten de ondernemers hopen en bidden op nog een paar van dit soort zondagen.
Dominee Godijk maakt na zijn dienst nog een wandeling door Zomers Renesse. De dominee woont nu 5 jaar in het dorp en heeft een uitgesproken mening over de vakantiekolonie. Toen ik hier kwam hoorde ik over Renesse. Nou, Renesse, dat is... Daar gebeurt van alles wat het oog niet kan verdragen. Maar dat blijkt eigenlijk ontzettend mee te vallen. Het is een heel gezellig dorp in de zomer. Veel mensen op bezoek, precies. Ook zo'n spieler werden. Precies. In de winter een rustig dorp en in de zomer een heel gezellig dorp. Waar van alles gebeurt. En wat volgens mij heel erg ten goede veranderd is, dat er heel weinig rottigheid meer gebeurt. De politie heeft een stevig lik op stuk beleid. Ja, ik heb een paar keer 's nachts tot later mijn preek zitten werken, zo voor zaterdag op zondag. En dan zag ik ze hier tegen de kerk aanzeiken. Dat heb ik ook wel eens zo genoemd in de volgende dienst. En dan zeggen mensen wel eens, je moet niet zeggen zeiken, dat is een woord wat in de kerk past, maar ja, dat drukt dan even mijn verontwaardiging uit. Bij de beachclub hebben ook alle vaste klanten zich in het feestgedruis gestort. De meeste komen hier al jaren of wonen zelf op Schouwen. Het zijn de hipste eilandbewoners die totaal gescheiden van de toeristen van het eiland houden en er dus ook leven. Ze laten hun sfeer niet verpesten door een paar branischoppende tieners, net zoals de dominee. En dat trekt mij dan extra aan. Dan denk ik van nou, het kan niet waar zijn dat God daar niet aanwezig zou zijn of dat het niet goed is dat je daar ook vanuit de kerk present bent of als predikant aanwezig bent. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Die lusten er wel pop van, dat wil je lekker aan. Het is anders dan andere stranden, vind ik. Het is echt het Zeeuwse. Ah, en dat vind ik gewoon hier, de Schouwse kust. Ik ben Serge Rondgeest. Ik woon hier graag, ik ben hier graag op dit prachtige, schitterende eiland. Ik wil wederom zeggen dat ik enorm van dit prachtige eiland hou. En verder. Hou ik van Schouwen en Duveland, zou ik maar zeggen, op z'n Zeeuws. En ik hou van Peter ook. Ik omschrijf het altijd een beetje als een beetje spijkerhoek gebeuren. Die hangen heel erg aan elkaar, dat is geen illusie. En het is een hele een bepaalde ploeg is dat. Die komen ook allemaal altijd bij elkaar. Heel veel kennen elkaar van vroeger, van school, van 6, 7 jaar, 8 jaar al. Je hebt wat dat betreft altijd een bepaalde scene hier op dit eiland en Marco hoort er ook altijd bij. Die is ook zo'n, ik weet niet, opvallend type altijd. Ik ben Marco Stok. Ja, en ik woon zelf in Schaarendijken. Ik ben helemaal kapot van Zeeland. Nou, wat ik dus verder van het leven verwacht, dat mensen eigenlijk zorgvuldiger met milieu omgaan. Oké? Dat je op het minst 1 bierblikje dat je op je weg tegenkomt opraapt en meeneemt en even in de vuilnisbak gooit. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En ja, voor de rest is het eigenlijk... Is het eigenlijk top, Zeeland? Marco die heeft gewoon, in mijn ogen heeft hij gewoon scheid aan de hele wereld. Die kleedt zich zoals hij het wil, hij doet zoals hij wil. Als hij een scheet wil laten, laat hij een scheet. Het interesseert hem helemaal niks, waar hij ook zit. Als je toe wilt treden tot dat gebeuren, is het ook heel makkelijk. Als je als vreemde gewoon erbij zit, dan ben je niet een vreemde. Je voelt je gelijk thuis. Hans is ja, ook een beetje gek. Ik woon sinds 26 jaar hier op dit eiland. Het mooiste eiland van Nederland. Hans die geniet van het leven. Ik woon heel graag op dit eiland, Schouwduiveland. Wat ik wil is gelukkig zijn. Enige liefde is muziek. En mijn 2 honden. En muziek is gewoon
zoals je hier al hoort, gewoon het mooiste wat er is. Die moet je erop zetten. Dat zijn allemaal, dat hebben ze allemaal met elkaar gemeen trouwens, dat ze van het leven genieten gewoon. En een beetje opvallen, een beetje gewoon lekker jezelf zijn. Volgende week in Paal 23. Feestende jongeren veroorzaken een duinbrand op het strand bij de beachclub. Mooi. Toen was het brandmeester. Alles is plat! Alles is plat! En schoonmaker Misha moet de volgende ochtend de rotzooi weer opruimen. Wildkampeerders hebben een bende gemaakt van de openbare toiletten in Renesse. Nou, wildkamperen. En hebben ze lekker liggen slapen vannacht. Ze liggen nu waarschijnlijk op het strand, lekker zwemmen. Ik kom terug. Weg. Dat dus volgende week in Paal 23. Kijk, daar is die. Deze. Het is ook best een markant punt natuurlijk in de omgeving, zo'n rood-wit vuurtoren. Bijna over, maar de zon schijnt nog even op, aan en bij de zee, rondom Paal 23. De strandreddingsbrigade wordt nog wel eens verward met de KNRM, de reddingmaatschappij. Hey, jongens, we gaan nou even oefenen met een bootje wat mijn motorpech legt te drijven. Deze vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij zijn ervaren, goed getrainde mannen die vlak bij de post wonen en het hele jaar door paraat zijn. De jongelui bij de strandbrigade zijn scholieren met een EHBO-diploma die hun vakantie opgeven voor een paar weken aan het strand. De mannen van de KNRM werken overdag en zijn binnen 15 minuten op het water bij een oproep. De meisjes en jongens van de brigade bivakkeren de hele zomer op het strand om daar de badgasten te helpen met ingescheurde nagels en kwallenbeten. Maar alle redders op het eiland grijpen deze mooie zomerdag aan om een oefening te doen. Strandrijdingsproef. Ik ben nu een Max. Ja. Meisje op strand met daar een strand. Dit gaat niet goed met haar. Thijs? Ophalen. Ophalen? Oh. Deze ophalen? Nee, meisje, vriend staat erbij, gaat niet goed. Ja? Bij daar een strand. De strandreddingsbrigade van Renesse doet vandaag een oefening waarbij ook zij met een bootje over het water mogen scheuren. Gewapend met de EHBO-kist en voorzien van een reddingsvest, heeft de oefening een snelle start. Terwijl de brigade het onwel geworden meisje in het vizier krijgt, pikken de redders van de KNRM zonder een woord te veel het bootje met motorpech op. We draaien er vanaf. Ja hoor. Hij hoeft vast te houden, jongens. Oké. Okay.
De jongelui van de strandbrigade oefenen naast snelheid ook vooral in het voeren van goede communicatie. Hier zijn te plaatsen bij het slachtoffer. En mag ik assistentie van de 8410 over? 8439, u bent ter plaatse en wil assistentie van de 8410 over? Ja, dat begrijp ik over. 8410 komt eraan, 8431 uit. Mevrouw, er komt een auto onderweg. Er komt zo een auto aan, goed? Ga je mee aan de kant? De mannen van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij komen terug van hun oefening. Terwijl de brigade op het strand nog wat onwennig bezig is om het onwel geworden meisje te redden. Door de slechte zomer hebben de strandredders niet veel gelegenheid gehad om met elkaar te oefenen. De samenwerking gaat hier en daar nog wat stroef. Dus dan willen we jou eventjes op de brancard leggen. Maar misschien dat je zelf even mee kan helpen. Wijs je hier en leggen we ze erop. Plaats klaar. Ja. Til. Op. Zachtjes. Even maar dat dingetje in die vergrendeling, hè? Op. Het redden mag dan nog wat stroefjes gaan bij de brigade, maar met de communicatie zit het wel snor. Het gebruik van walkie-talkies is erg populair bij de jongelui. 8439 over. 8439 over. 8439, wij keren weer terug naar de post over. Bij Beachclub Perry's moet het personeel het deze ochtend zonder Perry doen. Zijn vaste klanten zijn er wel allemaal op deze mooie zomerse dag. Perry wil zijn eigen bruiloft gaan vieren in de Beachclub. Hij heeft daarvoor een ontheffing nodig om langer open te blijven, maar die heeft hij van de burgemeester niet gekregen. Woedend rijdt hij terug naar de Beachclub. Ik vind toch dat dit te ver gaat in Nederland. Als je 10 jaar eigen zaak hebt en... Net zo lang een vriendin, wat allebei een zekere combinatie, een behoorlijke opgave is. Omdat niet het feest in je eigen zaak te kunnen geven. Dat probleem ken ik, dat speelt nu ook concreet. Ik heb dat betreffende exploitant ook heel duidelijk gemaakt. Ik heb hem ook de gemeentelijke regelgever laten zien. Ook laten zien dat ik als burgemeester geen enkele beleidsvrijheid heb gekregen van de gemeenteraad, want ik mag niet afwijken, dus doe ik het ook niet. Dat gaat nergens over. Hard, hè? Maar zo is het dan. Perry staat niet alleen in zijn ergernis over de openingstijden. Ook zijn buurman heeft moeite met de strakke regels op schouwen. Er moet wel met regels te werken zijn. En als je er niet mee kan werken, ja, dan heb je er ook niks aan. Weet nog spijt van? Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. Ik ben Marcel de Broeder. Ik ben Perry de Broeder. Genieten, genieten, genieten. Wacht even, er is helemaal niet goed in. Pak alles wat je pakt kan, voor je het weet is gebeurd. In de beachclub gooien de vaste klanten nog wat olie op het vuur van de openingstijden. Wat vind jij van de sluitingstijd? Als je moet gewoon je sluitingstijd hebben tot 2 uur of zo, ja. Dan kan je ook s'avonds feestjes geven, besloten feestje, een bruiloftfeest, een zilveren... Ja, dat heb ik wel, dat begrijp ik wel, ja. Maar toevallig iemand gisteren nog, die wou een 30-jarige verjaardag van zijn broer boeken. Voor in september. Ja, dat gaat dan niet. Hij zegt, ja, 11 uur vind ik geen tijd. 11 uur. Ik heb een bruiloftje, is nooit weg. Mogen we nog wat drinken, vriend? Ja, tuurlijk. Ik vind het wel leuk dat je mijn vriend noemt. Ja, kijk, dat begrijp ik wel over een bruiloft. Dan moet je gewoon no limits hebben. Mijn eigen bruiloft is hetzelfde verhaal. Tuurlijk. Echt waar? Ja. Maar je krijgt het tussen 11 uur mee niet? Tot 11 uur alleen. Mijn eigen trouwfeest in mijn eigen zaak. Ja, dan moet je het aanvechten en kijken wat je eruit kan halen. Nu kan het niet. Dus is toch belachelijk? Ja, dat is wel kut. Maar ja, dat begrijp ik ook niet dan. Nou, dat is minder aangenaam. Ja, dan zou ik... Ja, als je het aanvecht, dan krijg je het nooit voor elkaar, denk ik. Ik heb nu advocaat genomen, ik zie het wel. Er heeft niemand last van je. Nee. Ja, misschien Greenpeace. Zeker nog, mijn zaak is wel dicht dan, hè? Ja, precies. Het seizoen is afgesloten voor mij. Ja. Nou, dat is helemaal gek. Dan gaan we gewoon zien wat er gaat gebeuren. En wie beslist dat dan? De gemeente? De burgemeester, inderdaad. Ja, als de zon ondergaat op 10:04... en de mensen willen genieten van die zonsondergang, dan moet je om 11 uur mensen vragen weg te gaan. We
hebben geen politie en ook nauwelijks menskracht en voertuigen om op het strand te komen als daar openbare ordeproblemen zijn. Maar 11 uur is voor ons de limiet, want om 11 uur dan gaat de jeugd naar het dorp Renesse trekken. En dan gaan we ook alle aanwezige toezichthouders, of het nou politie zijn of gemeentemensen, ook naar Renesse overbrengen. Hebben we geen toezicht meer op het strand. Maar die reden slaat de werk nergens op. U moet weten dat hier zo 's nachts op strand is net zo druk als overdag. In paal 23. Als het inderdaad druk is en het misgaat op het strand 's nachts, houdt niet de politie, maar Marcel den Broeder de wacht. Ik probeer dus tegen te houden dat die kampvuren die ze maken, dat ze niet van mij houden. En de volgende ochtend ruimt schoonmaker Misha de rotzooi op van de op het strand overnachtende jongeren. Wil kamperen. En ze lekker liggen slapen vannacht. Dat gebeurt wel vaak. We liggen nou waarschijnlijk op het strand, lekker zwemmen. Ik kom terug, een beetje weg. Pech. Dat dus zometeen in. Het is natuurlijk zo, er komt een hoop met jeugd hier naartoe, maar alles komt mee. De dealers komen mee, alles komt mee. Het hele circus verplaatst zich gewoon naar het toeristengebied. En schoonmaker Misha beleeft door gevonden voorwerpen nog wel wat lol aan zijn werk in de vuilnisbelten van Schouwen. Ik heb wel eens van een radio weg die het me gewoon doet of zo, weet je wel. Maar eerst terug naar het strand van Renesse. Het is er vanavond al gezellig voordat de disco's en kroegen in het dorp gesloten zijn. Heren, al naar huis? Ja. Wel rustig. Dank u wel. Ja, het is nog rustig. 5 over 1. Ja, nou, de grootste drukte komt toch om tegen 2 uur. Alles gaat hier om 2 uur dicht. En ja, dan willen ze toch allemaal naar huis. Op straat blijven hangen is ook niks. We hebben expres een busje in genomen. Nou, het is stinkdruk hier. Er staat hier gewoon een 200 man. Dat wordt een 3 bussen, weet je wel. Want gewoon echt af en aan gaat. Ja, rij je maar hoor. Ja, ik vind het is, aan de ene kant is het milder geworden en aan de andere kant is het een beetje, ja, het publiek is wat feller, zou ik maar zeggen. Het is een beetje heet gebakerd. Het gaat goed zolang het goed gaat en dan als een ene keer de vlam in de pan slaat, dan is het even verkeerd. Maar vroeger was het een beetje, in mijn ogen, gezelliger, laat ik het zo zeggen. Had je dit allemaal niet nodig wat je nu hebt, dat overal bewakers staan en noem maar op wat, dat is nu, schijnt dat nu echt nodig te wezen. Perry, maar zijn broer Marcel den Broeder, loopt vanavond wacht bij het houten strandpaviljoen. En nu blijven ze een beetje bij het pad waar ze naar beneden komen. En ik probeer eens tegen te houden dat die kampvuren die ze maken, dat ze niet van mij hout doen, om het zo maar te zeggen. Ja, de hond is ook voor de gezelligheid. Ik bedoel, anders sta je alleen en ja, het werkt toch een hond. Van de week zei ze nog, hey Bouvier. Hey Kaza, dacht dat je Bouvier was. Het is natuurlijk zo, er komt een hoop met jeugd hier naartoe, maar alles komt mee. De dealers komen mee, alles komt mee. Het hele circus verplaatst zich gewoon naar het toeristengebied. Even een momentje. Duinhoeven. Ik heb een Duinhoeven, voor jou ook. Gisteren was het even een beetje hectisch. Dat is op een gegeven moment alles aan de deur gezeten, aan de zijdeur. Die gingen ze onder het rijden open, dicht. Hadden ze een beetje aan de draadjes gezeten. Op zich levensgevaarlijk natuurlijk, maar ja, dat schijnt te moeten. Hey, hey.
staan, dan mag ze bij ons. Het is 2 uur 's nachts in Renesse. De kroegen en discotheken zijn gesloten. Bij het verkoophok van de pendeldienst wordt er geduwd en getrokken voor een kaartje. In de bus ook 2 Duitsers die naar het enige Nederlandse eiland zonder coffeeshop zijn gekomen om zu giffen, te blowen. Waarom we hier zijn? Ja, verhogen. Voor zu giffen. Die moeten hun wiet dus wel illegaal hebben gekocht. Regel komen met de gemeente en dan moeten jullie met Veronica duidelijk maken dat die tenten hier iets langer open blijven. Want het is echt gewoon poep dat ze om 2 uur dicht gaan. Heren, jullie willen met de bus mee? Ja, graag. Waar moet je naartoe? Duinhoeven. Hebben jullie een kaartje? Wij gaan dadelijk met een hele grote groep gaan wat strand op. Nemen we de gitaren mee. Nemen we lampenolie mee. Nemen we fakkels mee. Gaan we vuur spuken. Gaan we singen. En dan gaan we helemaal uit ons dak voor. Kijk eens. Nemen we rijden. Op weg naar het strand komen de wilde verhalen over het strand behoorlijk los. Gisteren waren we hout aan het sprokkelen tussen de duinen om vek te maken. Ligt daar zo'n stelletje, zo'n gozer ligt er door 5 te rijden. En wij, op, zaklamp pak je zaklamp, wij schijnen. Lager. Een kerel die springt er vanaf en rennen. Zitten. Hey mannen. Hoe is het? Het is nog droog gebleven, ik ging net even druppelen, maar... Ik ga dus even bij mijn schaapjes kijken. Is voorzichtig. Maar je altijd, hè. We zien elkaar straks nog even. We hebben koffie met kip. Is de kip nog niet op? Hierin. Bedankt. Jongens. Het is maar goed dat de bewakers van camping Duin en Strand hun rondje rijden, want een stel idioten heeft een duin in de fik gestoken. Bij de paneldienst in Renesse is het inmiddels echt druk geworden. Alle kroegen en disco's hebben nu om 2:30 s'nachts al het feestvee inmiddels wel uitgespuugd. We kunnen allemaal mee, ja hoor. De openingstijden in het dorp zijn een gruwel voor de echte feestgangers. Die nu dan ook niets anders rest dan naar het strand te gaan. Alleen Duinhoeven. Nee, serieus niet. Ik ruik dat zo. Individueel is het gewoon helemaal niks. Er staat gewoon niks voor. Maar zodra ze met een groepje zijn, durven de jongeren meer dan goed voor ze is. De pyromaatjes op het strand lijken zelf ook nogal geschrokken van het snel om zich heen grijpende vuur. Met de particuliere bewakers van camping Duin en Strand proberen ze de fik te blussen. Bedoel ik. Even rustig aan. Ja. Ja hoor. Nou, je moet gewoon een beetje verbaal optreden tegen de grootste schreeuwer die erbij zit. En als je dat met de mond een beetje lukt, om die jongen een beetje, ja... Ik wil niet zeggen kleineren, maar om hem met een grap of een grol een beetje op zijn plaats te zetten. Nou, dan neemt de rest van het publiek het wel voor me over. Dan, als ze zien dat er geen eer meer te behalen is, dan. Dan vinden ze het ook zo leuk niet meer. Ik vind het wel goed dat die bussen rijden. Alleen dat is om 2 uur alles al sluiten in Renesse, dat vind ik minder. En dan al teruggaan, dat had ik niet verwacht van Renesse. Genoten. Moet veel langer open blijven, man. 2 uur is nog geen tijd. Is er geen reet te doen. Precies, had iets langer mogen doen. Ja. En de politie moet minder streng zijn. Want als je maar wat doet, dan krijg je 100 gulden boete omdat je staat te pissen of zo. Dank je. Toen was het brandmeester. Oh,
kloot! Alles is kloot! Waarom ben je gespeeld? Waarom ben je gespeeld? Het is 3 uur, het is ik denk de drukste avond geweest vanavond. Ik heb hier nog 1 bus richting Duinhoeven, richting Burg-Haamstede en dan is het gebeurd hier. Dit is de laatste voor Haam. Waar moet je naartoe? Ja, daar kun je mee. Heb je al een kaartje? Ja, dan wachten we nog even. Zijn we eerst toch? Ja, dat geeft niks. Ja, ik ga ook niet mee. Zeker. Waar moet jij naartoe? Jij moet hier niet mee, hè? Nee, dat klopt. Maar zij was wel eerst. Dat stond dus één van de eerste. De laatste bus vertrekt uit Renesse. De schreeuwers liggen inmiddels in hun tent. Op het strand knettert in deze zeldzaam zwoele zomernacht het kampvuurtje en klinkt er een gitaar. De rest is wel Bart. Bart. Oh, stop. Oh, kijk. Ze zijn de gekster. Ja, gewoon een beetje lullen en dan een weg pakken. Ja, we lullen. De hele avond lol. Tempels! En dan lekker poppen, lekker vier. Hij zegt 4. 3 seconden lullen en dan neuken, dat is gewoon het mooiste. Dus hey jongens. Nostradamus met z'n zorgen. Zeeland hebben we gekozen. 1, het was goedkoop. 2, Salon was te ver weg. En 3, ja, we zijn hier met al onze maatjes, dus wat willen we nog meer, jongens? Jullie heeft het hem toch maar weer gefixt. Dit is de winnaar. Een hele dikke proficiat. En nu even die zware deur openmaken. However it may roll, give it a spin, see if you can somehow factor in. You know there's always more than one way to say exactly what you mean to say. Even de kar aan het lossen. Even alle vuil eraf. Even kijken of er nog lege flessen in zitten. Voor het statiegeld. En dan gaan we zo meteen naar de wc. Het is niet het lekkerste werk zoals je ziet. Ik heb alles van een radio weg die het nog gewoon doet of zo, weet je wel. Of fietsen vind je ook wel eens. Dat vind je hier niet tussen, maar. Wordt wel. Een en ander gevonden zo in een heel seizoen. Zeeland in de zon is een waar paradijs. Maar voor zowel toeristen als ondernemers is er één ding dat steekt. Alle horecagelegenheden sluiten te vroeg. Maar de burgemeester is onvermeurbaar. Randstedelijke toestanden moeten verre blijven van zijn kroon op Zeeland. Zuid-Holland is geen Amsterdam, is geen Rotterdam. Is een plattelandsgemeente waar de recreanten en ook de eigen inwoners ook op een gegeven moment hun welverdiende rust moeten hebben. Schouwen-Duiveland is toch overwegend de gemeente waar gezinnen vakantie vieren. Wij proberen ook ruimte te scheppen voor jongeren, die we ook dolgraag hier hebben. Maar het mag niet zo zijn dat het beeld van jongeren de boventoon gaat voeren. Het is wel logisch dat de burgemeester het eiland dat bekend staat als vakantieeiland voor jongeren een ander imago wil geven. De jongeren maken meer rotzooi en hebben minder te besteden dan de gezinnetjes die de burgemeester zo graag ziet komen. Alle mensen die hier van op en van het strand komen, die gaan naar de wc en die zijn weer weg. Dan gaan die niet lekker dommer of zo. De wc's in het dorp worden helemaal een stap in de jeugd gebruikt. Dan geef ik daar een zin. Hier komen we elke dag. We moeten elke dag schoongemaakt worden. Ook al maken ze hier niet vuil, we moeten toch even een doekje erover halen. Zo, schoon. Nee, zeker niet. Het moet toch gebeuren, maar netjes in de pot, hè. Nou, wild kamperen. Hebben ze lekker liggen slapen vannacht. Dat gebeurt wel vaak heen.
liggen nu waarschijnlijk op het strand, lekker zwemmen. Ik kom weer terug, bedje weg. Weg. Volgende week in Paal 23. Ondanks de opnieuw stromende regen branden in Haamstede 4 caravans uit. Gelijk kom Enschede naar boven. En een Duitse politieagente lost tot grote hilariteit van haar Nederlandse collega's op geheel eigen wijze haar parkeerprobleem op. Hoe krijgt ze het voor elkaar? Wat is passiert? Dat dus volgende week in Paal 23. Een kat doet dat instinctmatig, dus hij graaft een kuiltje. En een Duitse politieagente lost tot grote hilariteit van haar Nederlandse collega's op geheel eigen wijze haar parkeerprobleem op. Hoe krijgt ze het voor elkaar? Wat is passiert? Dat dus volgende week in Paal 23. De Schouwse kust ziet grauw. Na een paar dagen van zon hebben wind en regen opnieuw bezit genomen van het Zeeuwse eiland. Ook boven dit caravanpark zijn donkere wolken voorbij gegaan. Voor een paar laatste toeristen die het weer trotseerden, heeft zich een ramp voltrokken. Gelijk kom Enschede naar boven. Dat staat nog zo op je netvlies. De mannen van de KNRM-post Burgsluis varen onder leiding van schipper Isaac over huizenhoge golven de Noordzee op met windkracht 5. De jongens zagen wat geel te tijden. Draaien we even terug te kijken wat dat eventueel is. Een enkele surfer heeft de moed de zee in te gaan. Terwijl op het lege strand Perry en de politie nog steeds hopen op betere tijden. We wachten op zomers momenten. Zomers momenten, ja, ik ook. Ja, dat snap ik. Slecht verhandeld. Dat is ook niet. Met onverbeterlijk optimisme is er altijd nog één die zich niet door het weer laat tegenhouden. En blijft genieten van de Schouwse kust. Samen met de eilandbewoners die werken en leven op, aan en bij de zee. Rondom Paal 23. Nou, we waren op weg naar het bureau. Maar voor het bureau krijgen we alweer een melding van onze meldkamer. Dat er op een camping wat onenigheid is. Er zouden wat personen worden bedreigd. En die zitten momenteel in een tentje. Tentje 55 op een camping hier een paar honderd meter verderop. Horen we daar wel nader? Zoals iedere dag dit seizoen ontmoet paviljoenhouder Perry den Broeder 's ochtends vroeg zijn moeder. Ook het personeel moet eten en dat kan niet iedere dag vette hap zijn uit de eigen frituur. Gezamenlijk doen ze daarom de boodschappen en moeder let daarbij wel op de kleintjes. Kan die zo'n blikje nemen? Dat kost maar 1,19. Dat is bewust. Alleen op zondag mogen ze friet eten. Zondag is van het huis, hè? Ja. Laat mij wagen. Ik ben zo druk bezig. Douwe en zijn collega komen aan op de camping en zoeken naar de kampeerder die zich bedreigd voelde. Een melding vandaag gekomen dat daar wat personen werden bedreigd. Die komt binnen bij onze alarmcentrale. Paniekmelding. Jij weet van niks? Het is rustig hier. Alles. Die gozers die komen daar aan en die bedreigen mij. Ja. Of tenminste, die komen daar aan, die zitten hier allemaal te oude hoeren en die bedreigen mij. Ja. Ik vind dat eigenlijk niet zo'n goede zaak. Want ik ben al wat pas gereden, een keer in elkaar geslagen door vrouwtjes en die zit mij heel te achterna. En waarom waarschuw je dan niet de beveiliging hier? Die loopt hier ook rond. Ja, hoe moet ik die wel zien? Ja? Als we daar staan. Ik weet voldoende. Hey jongen, slaap lekker. Ja, oké. Goed zo. Het is nog vroeg in de ochtend en het groepje dat de kampeerder bedreigde heeft waarschijnlijk de hele nacht doorgefeest. De kans is dan ook groot dat ze dronken zijn. Ja, je hebt wel begrepen zeker. Goedendag mannen. Hallo. Goedendag. Hallo. Wij zijn hier niet voor niks. Wat? Wij zijn. Oh, goedendag. Goedendag. Goedemorgen. Lekker. Goedemorgen. Bij het huis van de familie den Broeder komt het personeel aan dat vandaag moet werken in de paviljoens. 12. Dat wordt even persen. Ik ben hier gekomen naar aanleiding van een melding dat hier een jongen zich nogal bedreigd voelde door jullie.
Jij lacht, dus je weet waarschijnlijk om wie het gaat. Nee, ik ben Duitser, ik verstehe eigenlijk. Dat verstehst dat niet? Nee, dat je niet. Gaan wij er weer vandoor. Het groepje dronken jongelui is inmiddels weer tot bedaren gekomen. Douwe's waarschuwing is genoeg om ze de ochtendrust op de camping niet te laten verstoren. Oh, dan praat ik. Pavillon, ga met mij mee. 1, 2, 3, 4 kunnen er bij mij. David, ga jij met die jongens dan? Ja. Daar in die auto? Nee, Linda? 12 man personeel voor 2 paviljoens is misschien wel wat veel vandaag. Perry krijgt onderweg al flink de pest in als de eerste regendruppels vallen. Slecht is, zeg jongens, de eerste druppels. En Perry's humeur daalt tot het dieptepunt als onderweg blijkt dat de zon vandaag zeker niet tevoorschijn zal komen. Dat het 99% voor ons de reden is of we wel of niks verdienen. De ochtend is ook een dieptepunt voor een paar caravanbezitters op deze camping. Gisteravond greep het vuur hier in no time om zich heen en verwoestte hun vakantie. Gelijk kom Enschede naar boven. Dat staat nog zo op je netvlies. Het was één grote rookontwikkeling en ontzettende grote vlammen. Het was gewoon een vuurzee. Scheiße Buchwald. En ik ben uit Duitsland. Aus Wuppertal und hatte heute früh 8:30 schon einen Anruf gekriegt, dass das Zelt abgebrannt ist. De enigen die hun humeur niet laten verpesten door het slechte weer zijn de mannen van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Het mag dan hartje zomer zijn, slechts 14 graden en windkracht 5. Dat is juist mooi om de zee op te gaan. De reddingboten, sterk genoeg om nog uit te varen bij windkracht 12, worden vernoemd naar de gullegever. In Burgsluis verzamelen de mannen vandaag voor een oefening. Ze hebben allemaal een speciale band met het water. We komen puur voor het varen. En als je dan nog mensen kunt helpen... Nou, dan is dat mooi meegenomen. Het is een prachtig schip, we hebben goed materiaal. Dat gaat prima. En ik vaar gewoon graag. Het is mijn beroep. Schipper Isaac is de enige van de Postburgsluis die in dienst is van de KNRM. De rest offert zijn vrije tijd vrijwillig op voor het redden van drenkelingen. Deze mannen hebben al tientallen levens gered. Maar er zijn een paar reddingen die ze nooit zullen vergeten. Op 10 april hebben we... En toen is er dus een bootje op de Noordzee opgepikt met een man en een vrouw erin. En dat was echt wel, dat was wel even pittig. Ja. Die man die bleek te zijn overleden, die aan de wal kwam. En die mevrouw die had nog getekend van leven te komen. En die is dus hier aan boord geweest. Die hebben we dus horizontaal overgenomen en een hypothermiebrandbaar gestopt. En voor onze waarnemingen, dus wij zijn dus geen medische, was overleden. Deze reddingboot kostte meer dan 1,5 miljoen gulden, is 14 meter lang en heeft een vermogen van bijna 1400 pk. Ter indicatie, dat is meer dan 14 auto's bij elkaar. Bah, 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 dat is dan. Dat is hier ook alles hulst geweest, hè? Nou, rond 12 uur werd op de deur gebonst. Brand, brand, brand. En we zijn er naartoe gesneld. En alles stond al in lichte laaien. Schok, ik weet niet wat ik zou zeggen. Dort hinten waren die Betten gewesen. Dort haben die Kinder geschlafen. Und hier die Küche. Und dann hier vorne das Wohnzimmer so. Wow. We hebben probeert te blussen, brandweer gebeld. Die kwam ook onmiddellijk en toen zijn ze begonnen met de bluswerkzaamheden. Maar ja, zoals je ziet, er was geen redden meer aan.
Het is alles kapot. Urlaub, alles plat. Het gebeurt vaak dat bootjes zich laten veranderen.